Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er weer met een Action Shop vlog. Ik moest namelijk cadeautjes hebben, want ik heb een verjaardag. Mijn moeder is bijna jarig, dus ze had een lijstje gemaakt en er stonden aardig wat dingen op die je eigenlijk bij de Action kon kopen. Ik heb ook wel een beetje geïmproviseerd, want ze hadden niet alles van het lijstje, maar ik heb wel wat dingetjes gekocht. Dus ik ga je laten zien welke producten ik zoal heb gekocht bij de Action. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik zeggen, kijk gezellig even mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer in beeld neerzetten. Mochten er dingen bij hebben gezeten die in de aanbieding waren, zal ik die even met een sterretje erbij zetten. Maar dat weet ik zo even niet of er aanbiedingsproducten bij zaten. Maar dat zie je dan vanzelf door het sterretje. Dan weet je dat de product dus iets kan afwijzen. Ik begin maar even met het eerste ding voor mijn moeder. En dat is deze decoratie. En hier kan licht in. Er kan dus een batterijtje in. Je moet deze uittrekken, ga ik nu niet doen. En dan doet hij het als het goed is. Maar ik denk dat er nog een batterijtje in moet. Mijn moeder is helemaal weg van egels. En ze had eigenlijk gezegd, ja, ik wil eigenlijk geen egeltjes meer. Maar toen zag ik deze en ik had ook al een beetje gebrainstormd met Nathalie. Die zei, die vond ze hartstikke leuk. Tenminste, volgens mij was het deze. Maar het was wel leuk dat hier licht in zit. Je hebt twee verschillende soorten. Dus die heb ik allereerst maar meegenomen voor mijn moeder. Want die vond ik toch wel heel erg leuk. En die kan je met de herfst gewoon neerzetten. Mocht ze erna denken, nou, ik vind het meer een herfstproduct, kan ze hem ook natuurlijk gewoon daarna nog in een doosje zetten en hem met de herfst weer tevoorschijn halen. Maar die heb ik allereerst gekocht en ik vond het leuk dat er licht in zat. Dan heb ik ook drie bakjes gekocht voor de katten. Hier staat een tekst op. Hier staat time spent with pets is never wasted. En dan staan er dus ook kattenpootjes op. Of hondenpootjes, want ik denk dat je er ook een hond wel uit kunt laten eten hoor. Je had deze in verschillende soorten. Je had ook een bruine binnenkant, maar ik heb de groene genomen. Als ik mijn katten harde brokken geef, dan doe ik ze tegenwoordig in een schaaltje van ja, keramiek denk ik wat het is. Ongeveer, nou ja, in ieder geval zo'n breekbaar schaaltje. Want die verschuiven ze minder. Plastic schaaltjes, die verschuiven ze. En ik had zoiets, nou, het is wel handig om die in ieder geval eventjes te hebben. Ik heb nu één setje met van dat soort schaaltjes. En ik denk als ik ze dan moet verschonen, hoef ik ze niet steeds eerst af te wassen. Dus dat is deze. Deze kunnen overigens in de vaatwasser, staat erbij. Maar nou ja, die heb ik toch niet. Dus daar had ik drie dezelfde van meegenomen. Het is een beetje eng om neer te zetten, want je wilt niet dat ze breken. Oké, even hier. Dan heb ik voor mijn moeder sloffen gekocht. Die stonden op het lijstje. Ze wilde graag sloffen hebben, maar het was alweer een beetje karig. Want heel veel sloffen waren er alweer uit. Deze twee die waren los van elkaar. Dus ik heb uiteindelijk een setje met sloffen gevonden. Er staat ook echt op slippers. Oh nee, wel pantoffels. Dus maatje 38, 39. Ik vond ze wel heel erg leuk. Dus dan heeft ze die in ieder geval ook weer. Want die, ja, vond ze wel lekker. Ze zijn ook wel heel erg lekker warm van binnen. Ik vind zelf die laarsjes ook altijd heel lekker zitten. Ik heb zelf ook een soort laarsjes gehad voor mijn verjaardag. Dus hartstikke lekker warm. Dan heb ik een kaart gekocht voor mijn moeder. Happy birthday to you. Ze hadden niet heel veel leuke kaarten, moet ik zeggen. Het was een beetje karig. Maar deze vond ik er wel leuk uitzien. Dus die heb ik gekocht. Ik ben altijd wel iemand die een hele originele kaart wil hebben. Maar ze hadden niet zo heel erg veel. Maar deze vond ik ook wel leuk. Ik had zelf een kaartje kunnen maken, maar die heb ik eigenlijk niet aan gedacht. En toen had ik deze al gekocht. Dan weer eventjes een basic dingetje. En dat is weer even witte wasmiddel. Want die haal ik altijd bij de Action. En die is eigenlijk gewoon prima. Ik ben nu met mijn laatste bezig. Dus dan heb ik in ieder geval weer even eentje staan. Dat vind ik altijd wel heel erg handig. Voor mezelf heb ik even, ja, het heet eigenlijk een loungebroek, maar ik zie dit gewoon als pyjama broek. Ik heb eigenlijk heel weinig gewoon losse pyjama broeken en ik wilde er eigenlijk eentje hebben. Ze hadden er ook echt nog maar eentje. Dit is eigenlijk, ja, het is een soort panterprintje. Ik heb hem in maatje S meegenomen. Dus ik dacht, ja, die vind ik eigenlijk wel even handig. Hij is van katoen, dus dat zit ook nog eens lekker. Ik had eigenlijk nog wel eentje bij willen hebben, maar het was dus echt een beetje karig wat ze hadden. De afdeling sowieso van de kleding was een beetje karig. Mijn moeder had ook nog wat kledingdingen erop staan, maar ze hadden bijna niks. Maar die ziet er wel lekker uit, dus dan kan ik die gewoon lekker 's avonds aan als ik heb gedoucht.
Dan heb ik hier een setje voor je haar. Hier zitten haartoeltjes in. En er zitten eigenlijk wel hele leuke dingen in. Er zitten twee van die... Ik kan even kijken of ik hem open kan maken. Dat is misschien wel handig. Je hebt deze overigens ook in verschillende kleuren. Ik heb natuurlijk voor blond haar gekozen. Je hebt zo'n dingetje erin zitten. En als ik het van de achterkant zie, kun je hier dus ook mee invlechten. Eigenlijk is dit een hulpje om mee in te vlechten, wat ik zo zie. Want die gebruiken ze dus hier. Dan heb je twee van die twisters. Dat zijn ook altijd van die leuke dingen. Als je dan een staart maakt, steek je die aan de achterkant in je staart. Dan trek je die staart er doorheen. Dan trek je die twister er doorheen. En dan krijg je dus eigenlijk een soort knoopje erin. Dat zie je hier, dat ze een twister hebben gebruikt. Er zitten dus twee soorten in. Een grote en een kleine. Je kunt er dus verschillende haarstijlen mee maken. Dan heb je zo'n dingetje erin zitten. En even kijken. Hiermee kun je een knot maken, wat ik zo zie. En ik heb ooit wel van dit soort dingen gehad, maar dan waren ze zwart. Dus dat zie je dan weer. En er zit zo'n ding in. En deze is ook voor een knotje te maken. Dus eigenlijk, ja, je hebt best wel veel dingen. Je hebt vijf dingen waar je eigenlijk weer hele leuke haarstijlen mee kunt maken. En ik vond het wel heel erg leuk, want ik vind dit soort dingen hartstikke leuk. Die twisters, die heb ik vroeger echt versleten. Het is wel leuk om dat weer eens te gaan doen. Dus daar ben ik wel blij mee. De vorige keer wilde ik hem al hebben, toen hadden ze hem niet. Maar nu hadden ze hem dus weer. En dus in, ook volgens mij in het bruin en in het zwart hebben ze hem. Dan heb ik een wc-reiniger gekocht. En dit is met tropische bloemen. Hij is van Harpic. Ik vind het altijd heel fijn om mijn wc grondig schoon te maken. En ik kocht normaal eigenlijk altijd mijn wc-reiniger bij de Lidl. En die hebben ze al een tijdje niet meer. Dus nu kwam ik deze bij de Action tegen. Je had hem in, ook nog geloof ik in het blauw of zo. Maar ik vond deze wel er fijn uitzien. En volgens mij is Harpic een hartstikke goed merk. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Die ga ik dan lekker proberen als mijn op is. Ik geloof dat ik nog één of twee keer mijn wc ermee kan doen. En dan is het echt einde oefening. Dan heb ik ook weer even een nieuwe body lotion meegenomen. Dit is de Glowing Body Lotion. Die heb ik al eerder gehad. Ik heb nu een vrij klein flesje staan. Ik vind die grote altijd wel fijn. Deze komt uit de Nursing Secrets lijn. En ik heb deze al een keer eerder gehad. En die ruikt zo lekker. Dus het is een vrij lichte lotion, maar is wel heel lekker om uit te smeren. En ja, bij de Action kosten dit soort dingen gewoon een stuk minder. En ik ben wat dat betreft qua verzorging altijd wel heel erg fan van Dove, omdat mijn huid daar heel goed op gaat. Dan heb ik twee plantjes in de aanbieding. Eigenlijk weer voorbij het foto's maken. Ik gebruik altijd als ik mijn productfoto's maak voor mijn blog een plantje erbij. En ik heb twee verschillende potjes. Ik heb een gouden potje, dat vond ik wel heel erg leuk. Dat had ik nog niet. En ook een zilveren. Het plantje vet is wel hetzelfde, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Want het gaat dan ook een beetje om hoe staat het bij de foto's. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ik vind het altijd leuk om daar even bij te kijken, omdat ik dat, ja, ik wil daar toch een beetje variatie in brengen. Omdat ik het ook niet leuk vind om altijd hetzelfde plantje neer te zetten bij een productfoto. Dan kwam ik dit product tegen en dit is een travel dispenser. Eigenlijk is dit voor het reizen, maar die kun je dus ook gewoon zo bij je hebben. Hier kun je dus eigenlijk verschillende producten in doen. Je had deze in verschillende kleuren. Ik kan hem wel even openmaken, denk ik. Of zit hij heel erg vast? Nee, hij zit heel erg vast. Dat krijg ik zo niet voor elkaar. Ik zal hem even opensnijden, dan kunnen we even kijken. Dit is dan de dispenser en die kun je dus zo, denk ik, open doen. Hoe werkt dat? Ik weet het niet precies. Het staat er ook niet echt heel erg duidelijk op. Maar volgens mij moet je de bovenkant eraf halen. Nou, je moet hem op een of andere manier opendraaien. Dan zitten er dus eigenlijk vier van die kleine flesjes zitten erin. Die kun je dus vullen met vloeistof. Dan kun je dus indoen wat je wilt.
En dan kun je dus eigenlijk gewoon sprayen. Je kunt hem dus steeds draaien. Bijvoorbeeld stel je hebt hier shampoo in zitten. Dan druk je erop en dan kun je je shampoo eruit halen. Nou, je kunt er dus verschillende dingen in doen. Er zitten ook stickertjes bij. Dan kun je dus opschrijven wat waarin zit. Je ziet het hier op de zijkant. Hier zitten 4 flesjes in van 40 ml. Die kun je dus vullen. En die zitten dan gewoon eigenlijk in zo'n dispenser. Zodat je dus eigenlijk gewoon heel makkelijk dit kunt gebruiken. Ja, ik vond het er wel heel erg handig uitzien. Dus ik dacht, nou ja, misschien ook gewoon. Kan ook handig zijn voor in de badkamer. Weet je wel, dat je gewoon daar je shampoo in doet. Conditioner, je badzeep, zeep. Doucheshape. En dan kun je dus eigenlijk gewoon het heel makkelijk erin sprayen. Je zou bodylotion erin kunnen doen. Dan ja, kun je het eigenlijk gewoon heel makkelijk gebruiken. Ik heb hem ook in het blauw gezien. Volgens mij hadden ze hem ook in het zwart. Maar die hadden ze niet. Dus ik heb de roze genomen. Ik heb een cadeautje van mijn moeder. En deze heb je mij al eerder kunnen zien kopen. Dit is eigenlijk een Luxury Fur en Lint Brush. Mijn moeder heeft ook een kat en ik heb deze zelf nu al een tijdje in gebruik en ik vind hem echt ideaal. En ik hoor mijn moeder ook best wel vaak zeggen dat ze zegt, oh, dan zitten mijn kleren weer onder de haren en dan moet ze bijvoorbeeld weg. Dus ik dacht, nou, dan is zo'n borstel ook wel handig voor mijn moeder. En ook eens een keer gewoon voor de bank af te nemen of wat dan ook. Ze heeft wel een hele goede stofzuiger hoor. Maar nou, ik dacht, misschien is het ook wel handig voor mijn moeder. Dus die heb ik voor haar ook gekocht. Ik denk dat ze dat ook wel heel erg handig vindt zelf. Dan heb ik nog weer even zo'n screen protector meegenomen. En dat is deze. Die heb je me in de vorige shoplog ook al kunnen zien kopen. Ik heb hem nu op mijn ding zitten, op mijn horloge. En ik vind hem heel erg handig. Maar ik dacht, ja, als er nou een barst in komt, dan zit ik weer. Want dan heb ik dus eigenlijk geen nieuwe meer liggen. Dus ik heb deze eigenlijk meer even voor de voorraad meegenomen. Zodat ik er gewoon weer even eentje heb liggen. Mocht deze het begeven, dan heb ik weer een nieuwe. Er zit trouwens ook een kapje bij. Maar die heb ik zelf niet gebruikt. Ik gebruik zelf een ander kapje. Maar er zit dus een kapje bij. Mocht je dat fijn vinden om te gebruiken. Dan heb ik voor mijn moeder een haarborstel gekocht. Die had ze ook op het lijstje staan. Ik weet alleen niet of dit een hele handige is voor haar haar. Ze hadden niet zo heel veel, maar mocht ze hem niet handig vinden, mag ze hem altijd ruilen natuurlijk. Maar ja, die wilde ze graag hebben. Dus het is eigenlijk een vrij basic borstel. Maar ik denk wel dat die handig is. Ik denk wel dat je gewoon goed je haar ermee kunt kammen. De andere was meer van hout. Dus ik denk dat dit een handigere is. Maar mocht hij te groot zijn, mag ze hem ruilen natuurlijk. Dan kwam ik een face mist tegen van het merk Rosewater. Dit is van The Beauty Depth. En ik heb hier ook al een reiniging van. En deze rooswater die was ik nog niet eerder tegengekomen. Althans de face mist dan. Het merk zelf wel. Dus die vond ik er wel heel erg fijn uitzien. En deze is ook heel erg op waterbasis. Dus ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Ik weet eigenlijk niet of deze vegan is. Het staat er niet op. Maar ja, ik vond hem wel heel erg interessant eruit zien. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Er zit 150 ml in. Dus dat is ook wel handig. Dan heb ik nog 4 nagellakkleurtjes. Want ze hadden weer een aantal nieuwe kleurtjes. En ja, ik vind het toch leuk om te testen. Ik heb hier allereerst een blauw kleurtje. Dat is deze. Deze heeft de naam 471 de Blues gekregen. Ik weet niet of het heel langdurig is of dat het goed blijft zitten. Dat moet ik allemaal nog testen, maar ik vond hem er wel heel erg leuk uitzien. Ook een beetje een donkerrood kleurtje. Ja, hij neigt meer een beetje bruin donkerrood. Deze heeft de naam 431 Night Kiss. Ik denk wel dat het meer rood is. Vind ik ook wel leuk voor de herfst weer, dit soort kleurtjes. Dan een beetje een wat lichter kleurtje. En deze heeft een 493 in de shade gekregen. Ziet er ook wel leuk uit. Een beetje meer, ja, dit is wel echt meer bruin taupe-achtig. En nog een hele mooie rode kleur. En dit is de 423 Charmer. Dus die ziet er ook wel leuk uit. Dus ik ben wel benieuwd om deze te gaan testen. Want ik weet dus niet hoe de kwaliteit gaat zijn. Maar dat ga je vast in een van mijn video's nog horen. Dan heb ik nog een setje met lippenbalsems meegenomen. Die kun je ook niet voldoende hebben. Hier zit coconut oil, argan oil en jojoba oil in. En dit zijn pure naturelle lippenbalsems met olie.
Deze zijn dus ook vegan. En ja, je hebt gewoon eigenlijk 8 lippenbalsems. Dus je hebt er gelijk eigenlijk heel erg veel. Dus ik ben wel benieuwd of dat deze een beetje fijn zijn en of ze een beetje werken. Dus ja, dat vond ik wel leuk om te testen ook nog. Dan heb ik een setje met 24 watercolor pencils gekocht. Dit zijn dus water... ja, potloden die op waterbasis gaan. Er zit dus ook een penseeltje bij om het water te activeren. En daar krijg je dus hele mooie effecten van. 24 kleurtjes, dat is best wel veel. Er zit dus dat dingetje wat ik bedoelde is een aqua brush die erin zit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook naar deze. Dus die ziet er ook wel heel erg mooi uit. En je kunt hem dus gewoon sluiten omdat er dus aan de achterkant het dekseltje zit. Maar ze verpakken hem zo, zodat je eigenlijk ook een beetje de kleuren kunt zien. Dan heb ik ook een planner gekocht. En dit is een A5 formaat. Het is dus een planner met allerlei dingen erin. Er zit ook een ritsje bij. Dus die kun je dus open doen. Je kunt hem gewoon openmaken door middel van een knoopje. En als je hem dan open doet, zit hier de planning erin. Ik zal even kijken. Je kunt er ook nog een pen in stoppen. Dat is ook altijd wel handig. Er zitten wat tabblaadjes in. Hier kun je ook volgens mij nog dingetjes in stoppen. Volgens mij heb ik hem hartstikke op zijn kop. Ik weet het wel zeker. Kijk, dan krijg je dit soort leuke tabbladen erin. En ja, hier kun je dus wat notities maken. Dan heb je bij het volgende blaadje... echt ruimte om te schrijven met lijntjes. Hier zou je zelfs nog in kunnen bullet journalen, want dit is stipjespapier. En ja, er zitten dus 3 soorten in. En dan heb je dus nog, ik zie hier zelfs een dingetje met stickertjes. Die zitten een beetje vast, zoals ik het kan zien. Ja, hier heb je dan nog stickertjes die je erbij kunt plakken. En dus 2 mapjes waar je dus wat dingetjes in kunt steken. Hartstikke leuk. Ik vind dat ritje ook wel heel erg handig dat je die zo dat daar nog wat in kunt stoppen. Dat vind ik altijd wel van die handige dingen. Dus die heb ik ook even meegenomen. Dan heb ik een... setje van Stendler en hier zitten wat toeltjes in. Je krijgt hier een gummetje in, een passer, zelfs een passer met een potlood erin. Een kompas staat hier, een puntenslijper, een lineaal. Nou, eigenlijk zitten er heel veel dingetjes in en wilde ik eigenlijk al een tijdje hebben. Maar elke keer als ik bij de Action kwam hadden ze hem niet en nu hadden ze hem. Dus ik heb hem nu gekocht en er zitten dus aardig wat toeltjes in die wel weer handig zijn om te gebruiken. En je hebt alles zo makkelijk bij elkaar. Mijn passer die was al kapot, dus nu heb ik mooi weer een nieuwe passer. Dat is altijd wel handig. Dan heb ik nog een setje met calligrafie markers meegenomen. Ik mis alleen 1 kleur. De bruine heb ik niet. Dus ik heb hier nieuwe roze. En hier zitten dus 2 kanten op. Er zitten dus een dikke en een dunne bij. Dus dat is wel heel erg leuk. Er zitten er 12 in. En hier kun je dus ook gewoon mee markers zetten eigenlijk. Dat is wel eigenlijk gewoon ook schrijven en zo. Dat vind ik wel heel erg handig. Dit is de roze. Dit is de paarsblauwachtige. Ja, ook wel leuk. En ik heb de groene. Alleen de bruine heb ik niet. Dus ik ga even vragen of iemand die voor mij nog eventjes kan halen. Want ik dacht dat ik de bruine al had, maar die had ik dus niet. Dus die heb ik in ieder geval ook. Dus daar ga ik nog wel weer leuk mee kunnen werken. Dan heb ik eigenlijk ook iets wat ik al een tijdje wilde hebben. En dat is de Wood Burning Pen. En hiermee kun je dus dingetjes branden. Nou vond ik het heel erg leuk om dus een keertje een naambordje te maken voor bij mijn voordeur. Dus ik had het idee, nou het is wel leuk om dat met zo'n pen te doen. Maar zag ze al een tijdje niet en nu hadden ze ze dus weer. Er zitten 6 tips bij en 3 hot stamps. Ik zag nu niet de vervolgstekjes, maar als ik die nog een keer tegenkom, zou ik die ook graag willen hebben. Maar je kunt hier dus ook
Ja, je kunt hier dus mee op hout branden. Kijken wat er verder nog bij staat hoor. Niet heel veel bijzonders. Ja, eigenlijk ideaal voor het maken van illustraties op patronen voor hout. En nou ja, dat soort dingetjes. Maar ja, het leek me wel leuk om daar dus een keer een bordje voor bij de deur voor te maken van hout. Dan heb ik nog twee journaling designing pads. En dat zijn deze. Hier zitten heel veel leuke blaadjes weer in. Je hebt hier bijvoorbeeld zebra's. Die vind ik heel leuk. Maar er zitten ook stickertjes bij. Ik zal gewoon even wat van die blaadjes laten zien. Je hebt bijvoorbeeld van dit soort afbeeldingen met allemaal dieren erin. Die kun je dus ook weer heel erg leuk gaan gebruiken. Die zitten ook dubbel in. Dan heb je deze. Nou, zo eentje. Ik zal het er even globaal wat laten zien. Deze is ook wel heel erg mooi. De meeste zitten dubbel in. Kijk, dan heb je hier een hele mooie plaat. En dan heb je hier weer dit soort papiertjes. Even kijken hoor, of ik verder nog... Dit is bijvoorbeeld ook heel leuk met giraffen. Maar ook gewoon een hele basic zwarte print. Ja, er zit weer van alles wat in eigenlijk. Een hele mooie olifant. Beetje jungle-achtig. Ja, het is gewoon weer heel divers. En ja, er zit van alles in. Hier heb je dan een dingetje met allemaal stickertjes. Dus dat is een beetje de zwarte variant. Ik heb dan ook deze variant. En eigenlijk zie je op de achterkant al een beetje wat erin zit. Ik zal weer even een paar bladen laten zien. Dan heb je bijvoorbeeld dit soort dingetjes. Hartstikke mooi. Nou, zo'n plaat met krantenknipsels. Deze vind ik ook heel erg mooi. Vlindertjes. Bloemetjes. Nou, deze is ook prachtig. Bomen. Nou, dit soort knipsels zitten er dus allemaal in. Hartstikke leuk. Daar kun je dus ook weer leuk mee bullet journalen. Ik heb ook nog een klapkrat gekocht, want ik wilde eigenlijk een krat hebben, want ik wilde eigenlijk mijn boodschappen daar een beetje in zetten die boven los staan. En ik merkte dat dat een beetje moeilijk ging zonder krat. En ik denk dat het ook wel handig is om hem misschien gewoon mee te nemen met boodschappen, want vaak past het niet in twee tassen. Ja, en als ik het daar gewoon in zet, kan ik eigenlijk gewoon weer wat ruimer mijn boodschappen kwijt. Dus die wilde ik al een tijdje hebben en die kon ik de vorige keer niet vinden. Maar nu hadden ze ze weer, dus ik heb hem nu meegenomen. En dat was ook eigenlijk alles wat ik dit keer heb gekocht bij de Action. Nou, zoals je hebt kunnen zien waren het best wel weer veel spulletjes. Ik ben in ieder geval weer heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste vonden wat ik dit keer heb gekocht bij de Action. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat mijn moeder van de cadeautjes gaat vinden natuurlijk. Maar ik denk dat ik wel goed geslaagd ben. Ik vind het altijd een beetje lastig, vooral als er dingen op het lijstje staan die ze dan uiteindelijk weer niet hebben. Maar ja, ik ben in ieder geval heel blij met mijn aankoopjes. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!